Mijn naam is Dick van Gent. Ik ben universitair hoofddocent bij de afdeling genetica bij het Erasmus MC. En mijn voornaamste taak in het onderzoek is het begeleiden van het onderzoek zoals dat in het laboratorium gebeurt. Nou, wij doen onderzoek naar het repareren van DNA. Maar wat blijkt nu? Dat in heel veel tumoren, dus in kanker, dat daar defecten zitten in dat repareren van het DNA. En nu zijn wij begonnen om daar onderzoek naar te doen, zodat we misschien kunnen voorspellen hoe die kankerpatiënten zullen gaan reageren op een bepaalde vorm van bijvoorbeeld chemotherapie of radiotherapie. Nou, het bijzondere van het onderzoek waar we nu mee begonnen zijn, is dat het weefsel van dat kankergezwel, dus het komt rechtstreeks vanaf de patiënt naar ons in het laboratorium. En dat is eigenlijk heel erg nieuw, dat we dat ook direct kunnen bestuderen. Maar ik denk dat de meeste mensen in het laboratorium zullen zeggen van, ja, ik wil gewoon begrijpen hoe het werkt. Het is zo, elke keer als je iets echt fundamenteel nieuws ontdekt, dan denk je van, dat had ik nou nooit gedacht. Geweldig, dat hebben we uitgevonden. Ik denk dat dat wel eens het belangrijkste zou kunnen zijn waarom wij onderzoek zo leuk vinden.